COVID-19 is nieuw voor Suriname en wij moeten samen strijden tegen deze pandemie. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting introduceert nog 5 distributiepunten voor hulppakketten. Dit is een van de oplossingsmodellen om te voorkomen dat een groot aantal mensen zich verzamelt bij de locaties. We hebben gezien dat die behoefte groot is, dus we gaan daarop inspelen. En de distributieplekken worden dus uitgebreid. We gaan vanaf vrijdag ook distributiepunten hebben op OS Pandit Ramadar, OS Livorno, Mulo Kwarasang, OS Wintiwai en Albiflow. Alle andere plekken blijven van kracht. En dat gaat om de zaal te De Goede Verwachting, OS Toetlifout, OS Johannes Vrolijkschool, OS Maratrette, OS Münder en op het hoofdkantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Afgelopen maandag is er een chaotische situatie ontstaan bij het verstrekken van hulppakketten. Volgens Salmo zijn er zowel aan de zijde van de hulpbehoevenden als vanuit het ministerie fouten gemaakt. Vanuit het ministerie zijn er oplossingsmodellen bedacht om de geregistreerden te voorzien van een hulppakket. We gaan het alleen stoppen vandaag, morgen en overmorgen voor de individuele distributie. Dus de distributie aan groepen, organisaties, dorpsgemeenschappen, die gaan gewoon door. Vrijdag 19 juni gaan wij door met de individuele distributie van pakketten en wel voor de mensen wiens familienamen beginnen met P, Q, R en S. En de groep die maandag geregistreerd is bij ons, die kunnen dan hun pakket ophalen. Dat is, zijn de mensen wiens familienaam begint met een A, B, C, D of E. Het ministerie van Sociale Zaken doet nadrukkelijk een beroep op een ieder om de instructies van de coördinatoren ter plekke stipt op te volgen.